Boom, ik ben Femke Wolthuis en ik neem je mee naar een collega communicatieprofessional die thuis is. En vandaag zijn we bij Richard van der Eyck. Hij is Director Communications and External Affairs van het havenbedrijf Rotterdam. Richard, van harte welkom. Ja, goedemiddag. Dat klinkt een beetje raar, van harte welkom, want je zit natuurlijk gewoon thuis. Hoe is het met je? Nou, met mij is het prima, dankjewel. Leuk om sowieso jullie gast te zijn. Ja, ik zit zeker thuis. Al 8 weken, net zoals heel veel collega's van het havenbedrijf, werk ik eigenlijk 5 dagen in de week vanaf deze kamer op de tweede verdieping van mijn huis. En ik ben denk ik 3 keer op kantoor geweest de afgelopen 8 weken. Ja, 3 keer op kantoor. Terwijl er is alweer een heel klein beetje een versoepeling van de lockdown natuurlijk. Betekent dat je ook weer vaker naar kantoor kan gaan nu? Nou, dat zal eigenlijk tegenvallen, denk ik. Want zolang de overheid eigenlijk aangeeft dat thuiswerken nog steeds de norm moet zijn voor kantoorpersoneel, houden we ons daar zoveel mogelijk aan. Dat hebben we ook recent afgesproken binnen het havenbedrijf. Dus vanaf de 25e gaan wij wel naar de situatie dat medewerkers, als er echt hele goede redenen zijn, even naar kantoor kunnen. Dan moet het ook echt van tevoren worden aangegeven. Maar in principe blijven het grootste deel van de medewerkers van het havenbedrijf, en dat zijn er 800 mensen die een kantoorfunctie hebben, die werken in principe de komende periode ook gewoon vanuit huis. Maar 800 mensen, dat is een heleboel. Hoe hou je daar contact mee? Hoe zorg je dat ze erbij blijven? Ja, nou, daar speelt communicatie uiteraard, en gelukkig zou ik zeggen, een belangrijke rol in. En we kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen. Interne communicatie is de afgelopen periode ook best anders geweest dan we normaal gewend zijn bij het havenbedrijf Rotterdam. En wat we bijvoorbeeld vandaag weer hebben gedaan, is een derde video gepost, los van andere video's, van onze CEO, van Allard Kastelein, die vanuit zijn huisadres ook de troepen toespreekt en informeert over waar we nu staan met de haven en het havenbedrijf. En onder andere heeft hij vandaag bijvoorbeeld uitgelegd dat wij inderdaad besloten hebben om nog zoveel mogelijk de komende periode thuis te werken. Ik moet wel bij zeggen, we hebben ook 450 medewerkers die in de haven werken. Of in het controlecentrum of op de verkeerscentrale. Ja, die werken wel gewoon op hun eigen werkplek. Onder iets gewijzigde omstandigheden. Maar dat is een van de manieren om binding te houden met het bedrijf. En natuurlijk ook de digitale hulpmiddelen daarvoor inschakelen. Dus wat we bijvoorbeeld gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben één keer in de paar maanden hebben wij normaal gesproken stand-ups voor het hele personeel, het kantoorpersoneel. Dan hebben we verschillende sessies waar elke keer een paar honderd mensen bij aanwezig zijn. En we hebben voor het eerst in de geschiedenis van het havenbedrijf 2 weken geleden een digitale versie georganiseerd. Ook 2 dagen, zodat we konden zorgen dat mensen altijd de tijd hadden om live mee te luisteren. Want mensen krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen. Studiootje ingericht op kantoor, technisch goed uitgezocht en zorgen dat het allemaal goed gewerkt heeft. En de grap was dat we eigenlijk over die 2 sessies 800 deelnemers hadden. Waar we daar altijd op kantoor in die 2 sessies ongeveer 500, 550 hebben. Dus ja, de opkomst was eigenlijk beter dan normaal. Dat is ook niet zo heel vreemd, omdat de agenda's er ook wat anders uitzien en wat misschien wat makkelijker te plannen is. Maar heb je dan ook het gevoel dat communicatie eigenlijk meer verschuift dan nu, van extern naar intern? Dat de interne communicatie nu belangrijker wordt? Nou, de eerste periode zou ik willen zeggen, dus de eerste weken, misschien de eerste 5, 6 weken van deze coronacrisis, is interne communicatie wel nog belangrijker geweest dan het eigenlijk normaal is. Met name omdat we natuurlijk voor zo'n enorme verandering waren gesteld ineens als organisatie, dat het grootste deel van onze mensen van de een op de andere dag thuis werkte. En dan moet je toch blijven verbinden, je gaf het net zelf al aan, je moet blijven informeren, je moet ook handelingsperspectief bieden, hoe ga je om met bepaalde zaken. Dus daar is heel veel nadruk geweest op interne communicatie. Maar dat wil niet zeggen dat we ons niet ook gericht hebben uiteraard op de externe communicatie. Daar was iets anders weer heel belangrijk, namelijk de eerste weken blijven uitdragen dat die haven volledig operationeel is gebleven. Want er waren veel vragen. Kunnen er nog wel schepen worden afgehandeld? Werkt alles nog goed? Is de veiligheid gegarandeerd? Dus we hebben heel veel tijd en energie gestoken om die boodschap ook extern uit te dragen. Want ja, er komen weliswaar minder schepen. Er wordt veel minder overgeslagen. Maar alles in de haven is gelukkig operationeel. En is ook operationeel gebleven. Ja, want we hebben natuurlijk ook heel veel gehoord over die andere haven. Die luchthaven, Schiphol. Heeft heel veel aandacht gekregen. Was je niet een beetje jaloers? Nou, op dat soort aandacht zeker niet. Want ja, Schiphol zit in een andere situatie. Daar is eigenlijk de facto de luchthaven voor het consumenten
vliegverkeer tot stilstand gekomen. Nou, dat consumentenverkeer kennen wij veel minder. We hebben natuurlijk de ferries naar Engeland. Maar wij zijn natuurlijk een haven waar met name goederen worden overgeslagen. Droge bulk, natte bulk, containers, machines. Ja, dus wij hebben met name te maken met het feit dat het eerst de schepen uit China niet vertrokken. En nu er een groot deel in de economie in Europa is sprake van vraaguitval. Dus dat betekent dat de handelstromen, de overslag flink aan het afnemen is. Tegelijkertijd moest je natuurlijk zorgen dat iedereen op een andere manier ging werken in de bedrijven. En dat op een goede RIVM-waardige manier binnen de bedrijven werd gewerkt. Dat moest elk bedrijf uiteraard wel voor zichzelf regelen. Maar we moesten tegelijk zorgen dat die haven wel op alle manieren bleef doordraaien. Nou, dat is gelukkig goed gelukt. En wat er ook nu binnenkomt in de haven, dat wordt heel netjes en goed afgehandeld en snel. Ja, want ik kan me ook voorstellen, een havenbedrijf, het is zo fysiek eigenlijk. Om daar nou zo ver van weg te zitten, naar ik zo aanneem, een zolderkamer thuis, lijkt me extreem lastig. Nou ja, het is natuurlijk handig als je... ons kantoor staat aan de rand van de haven naast Centraal New York op de Kop van Zuid. We hebben uitzicht op de rand van de haven, op de Waalhaven. Maar het is natuurlijk zo dat je heel veel functies ook bij een havenbedrijf voor kantoor prima vanuit huis kunt doen. Ik kan hier ook al echt prima werken. De verbindingen zijn goed. De IT heeft goed werk verricht. We kunnen allemaal op een prima manier werken. Dat geldt natuurlijk voor de mensen met een kantoorfunctie. Tegelijkertijd hebben wij mensen die inspecties doen, mensen die in de verkeerscentrales werken, die het scheepvaartverkeer begeleiden, mensen die in het havencoördinatiecentrum werken, die het overal plaatje hebben van al het scheepvaartverkeer. Ja, die mensen zijn gewoon op hun normale werkplek. Dus die moeten eigenlijk zorgen voor de fysieke afhandeling van het scheepvaartverkeer. Ja, mensen van onze afdeling of van HR of van legal of van commercie, die kunnen prima ook vanuit huis werken. Dat heeft deze periode wel weer uitgewezen. Ja, jij bent ook wel logistiek onderlegd, hè? Heeft je dat ook geholpen? Nou, ik weet niet of ik heel erg logistiek onderlegd ben. Ik heb heel veel geleerd over logistiek in de afgelopen 5,5 jaar bij het havenbedrijf. Wat ons met name geholpen heeft, is je hebt ook eigenlijk helemaal geen keus. Dus we moeten gewoon zorgen dat we vanuit een andere situatie ons werk goed kunnen doen. Nogmaals, daar zijn we IT-technisch gezien enorm goed bij geholpen en gefaciliteerd. Alleen, er zijn ontstaan nieuwe uitdagingen. En dat is, kijk, ik heb een afdeling van meer dan van rond de 50 mensen. Ja, de binding die je met zijn team houdt en ook het grote gedeelte van het havenbedrijf, dat is natuurlijk moet je op een andere manier proberen vorm te geven. En dat is wat moeilijker, want je ziet de mensen gewoon niet meer. Je kunt niet even een praatje bij de koffiemachine maken. Je hoort dus op die manier via het informele circuit ook eigenlijk bijna niks meer. Dus dat maakt dat je eigenlijk afhankelijk bent van je formele contactmoment. En dat betekent in de praktijk dat je nu veel meer zit te bellen en zoals nu naar een computer of naar een camera zit te kijken om je contactmomenten met mensen te creëren. Ja, is dat wat jou betreft ook de grootste uitdaging in deze periode dan? Nou, ik denk zeker op de lange termijn. Kijk, de eerste weken, natuurlijk zaten allerlei uitdagingen in en mensen moesten echt wel aan wennen, maar gingen er met volle moed tegenin of tegenaan. Wat je nu ziet, is er ontstaat ook een soort van moeheid en ook wel een grote drang van bij mensen om elkaar weer te zien en elkaar weer op kantoor te treffen. En dan moeten we een beetje streng zijn. En we zeggen, ja, dat kan eigenlijk dus nog steeds niet. We willen gewoon het totale verkeer in Nederland met z'n allen binnen de perken houden. Dus wij gaan niet met z'n allen terug naar kantoor. Dus ik denk de uitdaging voor de komende periode wordt er om de mensen op een goede manier bij te betrekken. En ook enthousiast te houden. En wat we bijvoorbeeld ook heel erg uitdragen is, neem ook gewoon wel vrije dagen af en toe. Hè. In de meivakantie is er veel weggevallen. Mensen die op vakantie gaan, zijn misschien doorgewerkt. Maar het is belangrijk dat je ook af en toe wel je rustmomenten pakt om wel weer energie te krijgen om daarna weer aan de slag te gaan. Ja, lukt jou dat? Nou, ik ga toevallig volgende week woensdagmiddag heb ik vrijgenomen en dan tot en met zondag gaan we gewoon weg. Ja, dat klopt. Want na 8 weken op dat kamertje hier ben ik er ook aan toe. Absoluut, ja. Ja, want even over dat kamertje. Het lijkt mij een zolderkamer. Ik zie zo'n hele luxe raam. Ik weet niet of dat een merknaam is, maar dat zie ik. Ja. Kan je ons eens eventjes laten zien waar jij zo zit? Ja, nou, het is niet heel spectaculair hoor, maar het is een... een prima ruime kamer met een, gelukkig was ik al goed voorzien met een groot bureau en een goede stoel, een scherm, een toetsenbord en alles. Dus ik kan hier prima werken. En ja, als ik me omdraai, dan zie je ook nog in de hoek wat apparaten staan waar ik wat beweging op kan hebben als ik zou willen. Als je en er staan met name heel veel boeken.
En het is een plek waar mijn twee dochters af en toe ook op een groot kussen liggen om nog wat tv te kijken. Ja, twee dochters, hoe oud zijn ze? 9 en 11. Ja. En vanaf deze week weer naar school? Ja, deels hè. Dus niet elke dag. En van 9:30 tot 13:30. Dus ik hoop dat ze. Ik heb niet gezegd dat ik in deze uitzending zit. Dus ik hoop niet dat ze daar binnenkomen rennen ineens heel hard. Maar dat zou theoretisch kunnen, ja. Ja, nou, hoe doe je dat dan? De ruimte verdelen, de wifi verdelen, dat soort Ja, dingen? nou gelukkig hadden we wel goede wifi, maar de ruimte verdelen absoluut. Dus de kinderen veel beneden ook geweest en daar ook geholpen met huiswerk. Deze ruimte echt zakelijk houden en mijn partner op de eerste verdieping in een andere kamer. Ja, dat was, is de verdeling nog steeds. Ja, dus je had wel kamers genoeg. Ja, gelukkig wel, ja. We hebben gelukkig een redelijk ruim huis. Ja, als je nou kijkt naar deze hele periode, wat zou jij zeggen is het belangrijkste dat je ervan geleerd hebt? Nou ja, die bevestiging toch wel dat digitalisering is belangrijk, is in de haven ook ontzettend relevant. Het lijkt een hele fysieke, je zei het net al, wereld, maar digitalisering is daar ook volop in beweging. En ik ben ook wel weer bevestigd dat die digitalisering ons helpt om ook op zo'n afstand deze baan op een goede manier te kunnen invullen. Ik ben ook wel, nou ja. Positief over hoe snel we als afdeling op een andere manier dingen kunnen gaan doen op het moment dat de omstandigheden wijzigen. Maar ik ben ook wel, dat leer ik ook wel weer bevestigd in het feit dat in heel veel banen het sociale en de sociale interactie dat dat wel heel belangrijk is. En dat is de fase waar we nu in komen, dat mensen dat dus heel erg missen. En nou, wat we nu weer moeten gaan leren is hoe we. En mensen er toch op een hele goede manier met energie bij kunnen houden. Ja, want die sociale interactie, dat is toch eigenlijk de kern van communicatie. Dat is een van de belangrijke onderdelen van communicatie. En ik denk dat mensen ontmoeten en het netwerken. Wij hebben ongelooflijk veel stakeholders als havenbedrijf, die ontmoeten we heel veel. We zijn heel veel met mensen in de haven. Ja, dat valt allemaal op dit moment weg. Dus ja, ik hoop dat dat ook is een belangrijk onderdeel. Ik had gisteren een sollicitatiegesprek met iemand en die zei: Ja, als ik bij jullie zou beginnen, hoe zie jij dan dat hele introductieprogramma op deze manier? Hoe kan ik zo snel mogelijk toch effectief zijn? Nou ja, dat is inderdaad een uitdaging. En ik hoop, ja, uiteindelijk zal dat ook wel weer terugkomen, weet alleen niet wanneer. Ja, en dan straks, nou, wanneer denk je dat jij en je collega's weer naar kantoor kunnen? Ja, ik had vandaag een call met al mijn, met mijn afdeling. En er staat een afdelingsdag gepland. Dat doen we 1 keer per jaar. Die was van mei al naar 4 juni verschoven en is van 4 juni nu naar 9 juli verschoven. Ik zei vandaag letterlijk: Het zou fantastisch zijn als ik jullie dan allemaal weer zou zien. Voor de zomervakantie nog. Dat zou een mooie beloning zijn voor iedereen. Maar ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken. Nee. Even tot slot, Richard, voor je collega, professionals, wat voor een tip zou je ze willen meegeven? Nou, ik denk wel iets wat raakt bij wat we eigenlijk nu ook al wat hebben besproken. Dus nu we allemaal langer thuiswerken, ik denk dat veel collega's ook thuiswerken en de medewerkers van de organisatie waar zij voor werken ook. Dus de grote uitdaging voor ons, denk ik, en waar kunnen we als communicatiemensen een belangrijke rol in spelen, is hoe we de medewerkers betrokken kunnen houden en hoe we de verbinding kunnen blijven verzorgen naar de eigen organisatie toe. Voor mij gaat dat. Op 3 niveaus eigenlijk. Ik denk vanuit het bedrijf naar de medewerker, maar vanuit de afdeling naar de medewerker, maar zeker ook vanuit de leidinggevende naar de medewerker. En op die 3 niveaus zou je daar denk ik invulling moeten blijven geven de komende periode, om die verbinding ook echt ja, warm te houden en te zorgen dat we ja, geen mensen kwijtraken en verliezen gedurende die lange periode. En concreet, hoe zou dat eruit zien? Nou ja, een aantal dingen noemde ik, dus ik denk. Zorgen dat we vanuit, als ik naar het havenbedrijf kijk, zorgen dat we die mensen ook met bijvoorbeeld videoverbindingen 1 keer in de zoveel tijd ook er allemaal bij betrekken. Zoals ik vandaag heb gehad, een call met mijn hele afdeling. En ja, ik bel ook veel met onze eigen medewerkers. Ook de mensen die ik vanuit mijn dagelijks contact misschien normaal gesproken iets minder spreek. Gewoon ook om te vragen hoe het met ze is en om te kijken of het ook allemaal goed gaat thuis.
Dus niet zozeer een werkoverleg, maar meer ook denk ik toch wel het persoonlijke. Dat is niet onbelangrijk. En die aandacht, die doet goed. En dan hoor je ook best wel verhalen dat je denkt van ja, weet je, ik zit misschien nog in een luxe situatie, maar het is ook voor sommige andere mensen nog wel veel moeilijker die alleen zijn of een andere, ja, misschien iets minder positieve thuissituatie ervaren. Dus dat is denk ik een uitdaging. Hartstikke bedankt voor je tip, Richard. En jij bedankt voor het kijken. Kijk ook eens naar de C-zicht-panels en vakimpulsen. En meer informatie vind je natuurlijk op de website. En graag tot de volgende Logeion at Home.